Gebsert. Bert Gebsert wordt geboren in 23. Op zijn 5 jaar heeft hij het geluk om aangereden te worden door een taxi. Hopsa, doordat hij door een taxi wordt aangereden, krijgt zijn mama keiveel geld. Zijn papa beslist om dat niet op te drinken, nee, ze kopen voor hem een piano. Op zijn 15 jaar speelt al het grootste orkest van Hamburg. En zo ontstaat de grote Bert Gebsert. Fantastisch, hopsa, 1, 2, 3, 4. Ze hebben ondertussen ook zijn penis verkort. Het was te lang. Zijn vrouw is vrij content en haar hoofdhuid zit nu op de normale plaats. Goed zo. Prachtig, prachtig, prachtig. Heerlijk. We brengen nu een medley van 2 nummers van Bert Gebsert. Eén in het begin van zijn carrière en één van het eind van zijn carrière. En dat is eigenlijk hetzelfde. Want Bert wist wat dat werd. Easy listening. Bert Gebsert is de uitvinder van de easy listening. Eigenlijk een beetje de techno van zijn tijd zo. Zo 4 maten maken en dat dan blijven herhalen. Tot vervelens toe blijven herhalen. Hopla, wacht. Wat zo.
You see, I love you, please don't break my heart in two. That's not hard to do, cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. I could even lie, cause I don't have a wooden heart. Death was dreamed upon this love of mine. It was always you from the start. To be nice, keep me good, keep me alive through this shit. Cause I'm the fate of wood, and I don't have a wooden heart. Musique,
schouder. We beginnen met onze rechter schouder. Ja, 1, 2, 3, ja. Ja, dat is te weinig, dat is te weinig, dat is te weinig, dat is te weinig. Terug. Ik dacht dat er wat enthousiasme op plein begon te leven. We zijn blijkbaar fout. We gaan nog eens opnieuw proberen. We doen nu direct twee schouders. Dat is direct, er zit ze op te wachten. Twee schouders, ja. 1, 2, 3, ja. Wat een lichaam, wat een feest. Bert Kempfert loopt rond in Hamburg en hij is vol een bak muziek aan het maken en hij loopt daar, waar dat elke muzikant natuurlijk is, in de hoerenbuurt. En hij komt, hij wordt daar in de kelder zo, wat mannen met elkaar spelen. En hij contacteert die en hij zegt, ik heb met Elvis Presley nu al gewerkt. Nu wil ik met de Duitse Elvis Presley, Tony Sheridan, een plaat maken. En dus, wie zit er daar in die kelder? De Beatles. De Beatles zitten in die kelder, want de Liverpool had die geen succes. My body is over the ocean. Kom aan, wat het de Bukplein. My body is over the ocean. We maken ons daar op te wiegen, hè. My body.